Nou ja, het uiteindelijke vertrek wel. Ik bedoel, een dag eerder heeft hij nog zitten onderhandelen met Henny Spijkerman over zijn functie als hoofd scouting. En een dag later, op dinsdag, was er een personeelsdag bij Ajax. En nou, toen was iedereen nog gezellig bij elkaar. En aan het eind van het eten nam Hanny van der Aat, de algemeen directeur, het woord. En die maakte toen bekend aan iedereen daar dat Van Geel was opgestapt. Maar dat zat natuurlijk al weken aan te komen. Ja, maar wat heeft er nu het beslissende setje gegeven? Nou, kijk, Van Geel had al langer in de gaten dat zijn functie dermate uitgehold werd door de manier waarop Van Basten nu al bezig is. Die begeeft zich op zijn beleidsterreinen. En die keuze hebben ze nu bij Ajax gemaakt. Eén man moet eigenlijk alle technische macht in handen hebben. Nou, dat is dus Van Basten. En voor Van Geel, ja, was er een beetje een baan als loopjongetje misschien voor Van Basten. Of misschien elders in de organisatie, maar in ieder geval niet iets waar hij heel erg opgewonden van werd. Dus toen heeft hij besloten om maar eens ergens anders te gaan kijken. Nou, bijvoorbeeld Johnny van Schip, de assistent van Basten, die is al bijvoorbeeld in Argentinië geweest om spelers te bekijken. Dus die pakt een gedeelte daarvan op. En ja, verder is Jeroen Slob, die bemoeit zich ook met de onderhandelingen. En Harry van der Aat als algemeen directeur. Ja, dat wordt gewoon een beetje onderling verdeeld eigenlijk, totdat alle plekken weer zijn opgevuld. Nou, ik verwacht niet dat daar weer echt een technisch directeur komt te zitten. In ieder geval niet met die titel. Het zal eerder een technisch coördinator zijn. Ik bedoel, Van Basten neemt wel heel veel op zijn hals als hij dat echt allemaal alleen gaat doen. Ik bedoel, hij schijnt ook het eerste elftal nog te moeten trainen af en toe. Dus ik denk niet dat die plek helemaal leeg blijft. Maar dat, ja, nogmaals, dat wordt geen technisch directeur dan. Maar meer iemand die hem helpt. Geen lid van de directie in elk geval? Nee. Een zware... Nee, iemand die echt puur voor de uitvoerende taken dan daar wordt neergezet. Ja. Ja, absoluut. Ze gaan een vervanger voor Heiting gaan zoeken. Ik bedoel, de toekomst van Sami Koufour is onduidelijk, maar ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat contract verlengd wordt. Nee, nog niet gespeeld zelfs? Of nee, hij moest zich bewijzen deze maand en hij heeft daar geen gelegenheid voor gekregen. Dus ja, dat is erg vervelend voor die jongen. Hij heeft gewoon geen eerlijke kans gehad ook. En, dus ja, ze gaan op zoek naar een goede centrale verdediger. Nou, David zal vertrekken. Op het middenveld zal er ook nog wel wat bij komen. En ja, Soleimani, die staat nog steeds heel hoog op de lijst. Dus nog een aanvaller ook. Ja, hoe zou het met hem zijn? Ja. Ja, nou, ik kan me niet voorstellen dat hij... Kijk, hij heeft natuurlijk een contract en een heel best betaald contract ook. Dus die jongen die zal misschien niet zo nodig weg hoeven. En het aantal clubs dat hem wil hebben zal ook niet enorm groot zijn. Maar ja, Van Basten is duidelijk op zoek naar aanvallende versterking. En dat is denk ik niet omdat Loeken zo goed functioneert. Nou, mijn indruk is dat hij nog wel door wil met voetballen. Alleen, ja, niet onder alle voorwaarden, zeg maar. Hij wil echt nog wel een beetje op niveau spelen. Voelt zich sinds die beenbreuk eigenlijk, heeft dat een tijdje geduurd voordat hij zich weer helemaal topfit voelde. Nou, dat is nu het geval. En ja, hij wil nog wel een jaartje door, maar er moet echt een goede, leuke uitdaging komen, zoals hij dat zelf formuleert. En hij gaat niet voor de poen naar Qatar of zo, dat ziet hij sowieso niet zitten. Nee, ja, dat heeft natuurlijk ook te maken met de aanstelling van Basten. Dat, ik bedoel, dat boteren niet echt lekker tussen die twee bij Oranje. Tenminste, vanaf het moment dat Van Basten zich denigrerend ging uitlaten over Davids en hem nooit meer selecteerde. Maar dat heeft uiteindelijk geleid tot een open brief op deze site. En nou ja, dat loog er niet om wat er allemaal in stond. Davids is niet echt een rancuneuze jongen. Ik bedoel, in die zin, als ze elkaar tegenkomen, dan is dat ook allemaal geen probleem. Maar nee, dat vanaf het moment dat Van Basten werd aangesteld, zeg maar, toen was het voor mij wel duidelijk dat hij niet zou blijven waarschijnlijk. Nee. Veel onthulling in het interview verder? Staat er helemaal stijf van. Lees maar dan. Ja.